Dames en heren, hartelijk welkom bij deze video. En het is een beetje een trieste video, vind ik zelf. En ja, ik doe het gewoon uit respect, want ja, je ziet het aan de titel al. Erik neemt pensioen. En ja, ik denk dat je nu een beetje al gaat raden wat er aan de hand is. Maar ik vind dat we het hem zelf moeten vragen. Daarom ben ik hier samen met Erik. Hey, hallo Erik. Hoe is het met jou? Ja, oud hè? Nee, ja, goed. Het gaat goed. Oh, het gaat goed. Twee druppeltjes op het voorhoofd. Dit is natuurlijk wel best wel lastig, want Erik, je gaat met pensioen. Ik ga met pensioen, ja. Ja, iedereen begint te huilen natuurlijk. Of andere mensen vieren nu feest. Ik glimlach. Maar dat is niet negatief. Maar ik weet dat Erik natuurlijk niet verdwijnt. Hè? Verdwijn niet. Ik kom lekker af en toe buurten. Af en toe dan tref je me. Ga weg. Weg! Nee, Erik. De mensen natuurlijk gaan vragen van... De reden waarom je weg... Oh, Gio gaat huilen ook. Kijk, achter je. Ja, Gio met tears in zijn Gio, tranen in zijn ogen. Gio. Eye over the ball. Erik, ik wil jou vragen. Ja. Weet jij nog iets van... Wat is jouw favoriete attractie in het park? Dat we daarheen lopen met z'n tweetjes. En dat we ondertussen een beetje gaan praten over de mooie herinneringen die we hebben gehad met jou. Aan Disneycraft, om het zo te noemen. Het is altijd zo raar om een afscheidsvideo te maken. Het is heel raar. Het is stom, hè? Het is een soort eerbetoon aan Erik, want ik vind het ook leuk als jullie natuurlijk een comment zetten over Zaagse Kop, Erik. Wat hij voor jullie allemaal niet heeft gedaan in de server. Echt proficiant. En altijd mensen geholpen, in de chat geholpen, attracties bediend. Dingen bijlopen bouwen. Heen. Eigenlijk van alles eigenlijk. Ja. Maar wat is nou jouw favoriete attractie, als we het zo mogen zeggen? Ja, toch de Rivercraft eigenlijk. Oeh. Ja, maar dat was... Ja. Nou, zullen we daarheen lopen met z'n allen? Ik weet niet, Gio, ga je mee? Lukt het nog? Ik ga zo weg. Je gaat zo weg. Scoren. Nou, hij wil eigenlijk ook met pensioen. Nee. Ja. Ja, doei. Nee, waar ga je heen, Gio? Ga je naar winkeltjes? Ja. Oh, dus je kan niet mee met ons? Even shoppen. Niet mee met ons? Nee. Oké, Erik. Dag. Ja, goed. We zien elkaar. Dag, Erik. Dag. We spreken elkaar. Is goed. En have fun in de Rivercraft. Thanks. Ja, daar gaan we zeker even in. Hè. Daar gaan we zeker in. Daar gaan we zeker heen, Ik zit hier al weglopen. Die gaan naar de winkeltjes. En Erik, Erik, mijn grootste vraag. Waarom doe je dit ons aan en de mensen? Dan gaan de mensen vragen zich af van waarom. Ja, mensen gaan het vragen. Ja, vooral deze entertainer ook. Ga je ook entertainer. Ja, we betalen hem. Daarom lacht hij. Maar normaal is het een jank hoor, natuurlijk. Het is om te janken. Het is niet om te gieren. Het is om te janken. Het is om te janken, ja. Want jij bent natuurlijk ook admin geweest, hè? Ik ben zeker admin geweest, ja. Ongeveer een jaartje of zo, hè? Ja, want we hoorden eigenlijk... We hadden je ontmoet. Je was op Teamspeak gekomen, geloof ik. En daar begon het mee. Ja, we wisten niet wie je was of wat je deed of iets. En binnen een week was je admin of zo? Ik begon met VIP hier. Ik had de duurste VIP gekocht. Althans, toen de tijd voor een half jaar was dat. Ja. Toen het net open was hier. Ja. VIP. Hoor. Ja, oké. Ik weet ook niet ergens op. Zie ik je mooi achterkant. Je hebt een cashpakje aan je Darwin Duck. Ja, nou ja, als VIP. En toen op een gegeven moment werd ik een keertje meegesleept. Ja, we zijn hallo. Naar de crew. En toen, daar kom ik tussen Sammetje en Celine zat er ook nog. Was jij toen 29 jaar? Ja, 29. Ja, toen al oud. Wat noem je oud? Ja, zo oud als dat je jezelf voelt. Ja, dat bedoel ik. Dus altijd jong, jongen. Altijd jong. Toen werd je eigenlijk binnen een paar dagen admin. Dat ging heel snel. Ging heel snel, ja. We waren heel tevreden over je plannen en over je dingen. En we vertrouwden het al gelijk. Het was een goed contact. En we gingen een keer afspreken met elkaar. En het was gewoon supergoed allemaal. Ja. Leidde bij tot jouw... Bij Drievliet was het toen eerste uitje. En dat was... ik zag jullie al een dag eerder al. Dat was bij de... Mac of bij de KFC volgens mij. Klopt, toen zaten Roy en ik bij de McDonald's. De KFC, ja. Oh, wat gaaf. Kijk, Was eerst een awkward moment? Voor Roby een beetje. Ik dacht van, wat moet ik nou doen? Toch, wat moeten we nou doen? Ja, precies. Kijk, weet jij nog waar we heen moeten lopen trouwens? Meneer Admin? Ja, het is zo'n tijd geleden. Ik denk dat we hier wel door moeten lopen. Daar moeten we zo verder op. En dan is het ergens of links of rechts. Ja, dadelijk naar rechts. Nee, en
toen werd je admin, ja. Toen eigenlijk, toen is je adminschap weggenomen. Ja, toen was het al druk voor mij. Toen had ik al zoiets van, het wordt echt iets te druk. En anderen kunnen het nu net zo goed beter overnemen. Ja, klopt. En toen zei je van, nou, ik stop met admin, maar ik word gewoon wel medewerker. Ik blijf gewoon bouwen en zo. Ja. En dat, we vonden het jammer, maar je bleef in de server. Dat was belangrijk. Absoluut. Natuurlijk. Dan wouden we die niet weg hebben of verliezen. En toen op een gegeven moment, moeten we hier rechtdoor? Ja, volgens mij. Alice in Wonderland en Rimbo staat en Simba. Staat er geen Riverkraft op? Nee, geen Riverkraft. Ik denk dat we toch richting de Wonderworld moeten, hoor. Ja, 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 ja. Ja, daar is het. Klopt. Ja, ja, ja. Helder, helder momentum. Nee, en zo doen we. Ook nu blijkt het gewoon te druk te zijn. Ja, want de reden waarom je weggaat is voor mij heel duidelijk. Maar voor de mensen die nu kijken, die vragen zich nog steeds. Ze zitten allemaal met vraagtekens boven hun hoofd. Zitten ze af te wachten op het antwoord van jou. Ja, nou, ik ga met pensioen omdat ik voel mezelf er nou toch wel net iets te oud voor. Ja, want je bent nou 31 jaar. Ja, 31. En, dat is best uniek dan ook. Gaan we weer terug trouwens. Ja, we gaan weer terug. Nee, maar dat is best uniek, want ik denk dat heel veel mensen, ik denk dat David natuurlijk, die is ook al rond de 30 denk ik, die speelt dan ook nog Minecraft, maar er zijn heel weinig mensen die nog een Minecraft spelen rond die leeftijd. Ja, precies. Maar volgens mij heeft David daarnaast geen baan erbij, hè? Die leeft hiervan. Nee, klopt. Hiervan. En dus dat die, is wat we dan, dat is dan wat we, en wat, ik, wat het, ja, wat het de oorzaak is van, ja. Ja, ik had hiernaast een baan en het wordt gewoon te druk nog steeds, ja. En een echte family man geworden nou, dus ja. Ja, daar mag je wat over zeggen? Moet hij hier overheen? Ja, we moeten hier overheen. Zo, huppakee. Oh, help. Want Erik, jij woont nu samen sinds kort, hè? Ik woon samen. Superleuk. En daar zit ook nog een kleine bij. En, kleintje al lief. Ja, het is echt, het is druk, dus ja. Logisch. Zoals je zei, de family man, hè? De family man, hoor. Heb jij dit net al als Nicolas links Cage, gezien? Hè? Heb je dat links al gezien, waar we nu langs gaan? Ja, ik herken dit. Want wij hebben dit opgenomen. Ik ben toen met die grotten begonnen. Ja, dat, want ik heb een klein cadeautje voor je en dat zie je niet nu, maar dat zie je wel in de video. Oh. Dat laat ik je nu zien, ja? Dat is een kleine verrassing. Oké, daar komt-ie. Wat een lekker nummer. Donald, hou je niet van gitaren? Ik vind het wel lekker. Of course. Lekker een beetje rock. Maar wat gaat er gebeuren dan? Dat gaat er goed. Maar er komt Disneycraft 2.0. Wat is dat dan? Luister maar. 2.0. Wauw. Mickey Mouse. Donald Duck. Een Buzz Lightyear en Goose geluk. Allemaal Disney. Bij elkaar. Was knokken we de tent uit met onze gitaar. We wachten met z'n allen nu op Disneycraft. Wacht op 2.0, we gaan door tot in de nacht. Dit gaat lekker zo, Mickey. Och, genoeg. We beginnen nu. We bouwen hard. Een nieuwe map, wat mooi. We gaan nu flink van start. Nieuwe attracties. Ja, nieuw vermaak. We hebben grote plannen. En bouwen volgens afspraak. Wachten met z'n allen nu op Disneycraft. De nieuwe grote map. Bouwen met mankracht. De nieuwe grote map? Mankracht hebben we wel nodig, hè, Donald? Nou, we hebben een nieuwe map. Disneycraft 2.0. Oh, hoor je dat, Donald? Ah, Donald heeft er niet zo'n mening over, geloof ik. Donald, hou je in. Ja, een nieuwe map. Dat wordt leuk. Gaat het doen, een nieuwe map. Wow, Stitch. Wat doe jij hier, Stitch? Oh, er komt een nieuwe map. Disneycraft. Hey, Stitch. Ja, hoor je niet op dat hongerloenen te zitten of zo? Ja, ik wil mijn Disneycraft. Ik ga niet op een hongerloenen, baba. Oh, dat weet wel waar. Jongens! Oké. Geen discussie. Hey, Donald. Ga nou eens swingen, joh. Hey, Donald. Hij kan niet eens swingen, die Donald. Hij gebruikt zijn vleugels toch niet. Papa, laat hem niet over. Waar list erop, een flink geheim. Achter ons computers met flinke rugpijn. Het harde bouwen, vernieuwde map.
Een rugpin gaat voor Disneycraft, dus wens ons beterschap. We wachten met z'n allen nu op Disneycraft. Helaas moet alles met de hand, er is geen toverkracht. Ja! Lekker met die gitaren swingen, ik hou ervan! Aha! Ja, lekker gitaartjes. Snel maar een hoop op die leuke map. Wat dat is niet graag. Zo. Nou ja, wow. Jij weet nog niks, maar dat ga je zien in de video. Ze zijn verplicht om dit allemaal terug te kijken. Ik moet het terugkijken, ja. Mensen. Oh, grap, oh, komt er, wow, ook aan. Kijk eens achter je. Grap, ga je ook mis, hoor. Als een zwaar gelijk een bloemetje. Ja, ze zei, nou, ben je niet allergisch? Nee, ik ben verkouden. Nee. Oh. Nou, ja, tof. Nee, zo, dat, ik hoop dat je de video leuk vond. En dat, ja, dat hoor ik achteraf natuurlijk. We gaan hier door, ja, deze, ben benieuwd, hoor, prachtige muur. Dan gaat iedereen er doorheen. Huppakee. We maar, weten ook niet dat maar, we opnemen. Kom maar. Nee, hè, die denken, oh, dat, nee, we gaan ze heen. Oh jee, we gaan ze heen. En die mensen denken, godverdomme, komen, oh, piep. 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 Piep, piep, piep. We komen gewoon bij die Rivercraft. En dat is, waarom is dit je favoriete attractie? Nou, omdat we hier gegierd en gebruld hebben van het lachen. Echt, joh, hè? Oh, en dat kwam voor die lepelman, hè? Oh, die lepelman. Misschien is dat leuk om dat nog even een stukje terug te kijken, vind je niet? Oh, schitterend. We gaan het doen, jongens. Komt-ie. Oh. Mensen kijken dit niet, joh. Spoiler. Mensen luisteren. Mensen kijken dit niet, joh. Ja, ze gewoon aan en dan klikken ze die video naar beneden. Ja, sowieso, ja. Oh, nee. Luisteren ze alleen. Ja, ze denken van, oh, wat is dat voor video? Oh, Vincent. Ja, wegklik. Ja, tuurlijk. Dan zien ze, sowieso, dan zien ze in één keer zo'n, van die rare mensen tussen. Ik heb niet eens de permission om hier te bouwen. Nee! Nee, kom, dan sloop je alles. Ja, dan sloop je alles, hè, Salien. Ik bouw ook niks, hoor. Weg, Salien. Jij hoort hier niet. Niks. Jij hoort hier niet. Nee. Nou. Oh. Je hoort in de keuken. Ja. Oh. Oh. Dat is jouw woorden. Zegt Romy. Oh. Zegt okay, Romy. Een restaurant staan hier. Zegt Romy de kok. Ja, hoe noem je dat? Ja, dat was een vindt dat vrouwen in de keuken horen. Oh, wat voor kok? Zo in de zaal. Oh. Tjoe, joh. Stop die lepel maar bij de zon. Ik denk dat we genoeg enthousiasme hebben gehad voor de komende 3 jaar. Dus ik vraag er niet meer om. Vond je het een leuke video? Geef een groen duimpje. Vergeet geen lepel te abonneren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Nee, we hebben geen alcohol op. Nee, dat moet nog komen. Dat moet nog komen! Alleen maar lepels. En zoutpaardjes. Ja, Bram heeft al 3 lepels gehad, maar dat blijft het. Die zit al bijna verstopt. Dat heeft hij diep verstopt. Oh ja, dat is over. Waar gaat dit heen? Ah, dat was toch geniaal? Ja, ik vond het een schitterend stuk. Ik vond het schitterend. Echt zo rot gelachen. Wat was dat een avond, zeg. En altijd na 11, hè? Ja, 11 uur vaak, s'avonds. Bij ons op Teamspeak heel vaak, dan zijn we zo melig aan het worden s'avonds. En dan heb ik weer boze ouders, omdat ik weer keihard aan het lachen ben. En dan gil ik alles bij elkaar. En dan... Ik had boze buren. Echt, hoor. Komt hij weer. Nee, maar toen de tijd dat Cavendish had dit attractietje gemaakt. Die hadden dit toen, de buitenkant. Ja. En wij hebben toen helemaal uitgehold. En wij hebben er gewoon een compleet nieuwe attractie van gemaakt. Erik. Gio is al een lekkere weg. Iedereen is allemaal winkels. Zullen wij een apart karretje nemen? Ja, dat vind ik wel, ja, eigenlijk. Of kunnen we hier nog bij? Kunnen we hier nog bij? Oh, hier die achterste, denk ik. We kunnen hier nog bij. Zullen we achterste, hier achterste. Ik zit. Ja, oh, nee, yes. Zit je erin? Oh, voor, ja, me. Ik dacht achter, ja, me. Oh, mooi zo. Maar wie start hem nu? Gaat vanzelf, hè? Kijk, er rijdt een karretje voor ons. Die rijdt nu net weg. Oh, is dat zo? Zitten we al bij elkaar? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oké, okay, nee, dan... Ik ben benieuwd. Hallo? Nee, dus... Oh, ja, ik weet niet. Oh, Nienke? Nienke? Is het Nienke? Ja, Nienke, ja. Nienke? Kan ook. Kan ook, Nienke, natuurlijk. Nienke. Oh, Nienke. Nou, hij gaat wel hard, zeg. Gaat hij automatisch? Hij gaat automatisch. Jongens, hij gaat automatisch. Ja, trappen? Moeten we trappen? Ik weet het niet. Kom op. Kom op. Zullen we anders eventjes dit doen en dan even een nieuwe? Ja, precies. Komt erin. Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Wacht, hij was snel ingespannen, denk ik. Ja, misschien wel. Ik denk dat hij het dan niet doet. En dan gaan andere mensen gaan er ook op staan. Nou ja, goed, oh, ja, anyway. Nou, maar dit was inderdaad met de lepel. Het was fantastisch. Hier komt de lepel. Wordt hij geboren, hè? Was hier is het hele lepel... Ik snap het nog steeds niet. Het hele lepelmysterie is hier begonnen, ja. Dat is echt...
Ongelooflijk. Dit, kijk, een stil doet alsof hij naar stil is. Ja. Maar dat doet hij. Kijk, hij staat stil. Hier. Dat, maar hij staat niet... Een stilvuur. Ja, 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 snap. Hij pookt ons en ja. Hij blijft ook staan, ja, maar daarom. Ik vond dit een mooi gebied. Dit is echt... En nog steeds een Swapman. Hij heeft al nou, een jaar niet zijn skin veranderd. Ja. Dus als je dit kijkt, Swapman, verander niet je skin, want onze hele attractie staat vol. Nooit doen, Swapman. Nou, het is inderdaad dat het, ik vind het een hele mooie attractie, vooral omdat... Ik denk dat Swapman uit Zweden komt, trouwens. Dat ze, oh, misschien wel, ja. De Sweet. Sweetman, ja, de Sweet, ja. Oh. Oh. Ik heb hem, hè. Ja, ja, heb je Hell Wheels? Ik heb seizoen 3. Nee. Ja. Nou, Erik heeft me een beetje slaaf gemaakt aan de serie. Dat moet wel zeggen, want Erik is heel erg Marvel-fan, maar ook heel erg serie-fan. Ja. En hij heeft me dan de serie de Hell Wheels aangeraden. En die heb ik nou ook staan, maar seizoen 3 is uitgekomen en die moet ik nog op Blu-ray. Maar dat, het was best wel prijzig, dus ik ben ervoor aan het sparen. Dat wel. Ik heb hem met kerst gehad. Echt? Oh. Ja. En heb je al wel gekeken? Ik heb nog niks gekeken eigenlijk. Spannend. Nog niet. Ja, ik... spoiler. Oh, nee. Nou moet ik een keer mijn mond houden. Ja, normaal gesproken moet jij dat... Ja. Wauw. Ja, kijk, dit is toch leuk. Dit was ook volgens mij de eerste waarbij die splash omhoog kwam toen we beneden kwamen. Ja, klopt. Dit was de eerste waterattractie volgens mij. Een van de eerste. Ja? Nou, en niet naar rechts kijken, want dat is nog allemaal in onderhoud attracties. Dat is de ondergang. Die is ook vergroot en verbreed. Zoals je ziet. Nou, nee, dat is de Boy Justin. Oh, dat is de Boy Justin, ja. Kasteel, allemaal dino's. Ja, kom op. Niet zo gevaarlijk doen op die baan. Opzouten jij. Oh. En daaraan, hoor. Nee, deze maakt het helemaal mooi. En dat bootje ook zo mooi, en die duikboot. Dit. Dit vond ik zo heerlijk. Mooi. Want het heeft twee splashes. Eentje buiten en eentje binnen. Dat is wel binnen, echt het voordeel aan deze attractie. Waterkolk dadelijk, inderdaad. Prachtig, is echt, ik vind het mooi. En en wat is nog meer? Want je hebt natuurlijk... Jouw icoontje is denk ik de platengrotten. Ja, die is het meest recent, hè? Zo. Dat denk ik wel. Want ja, dat is wel... Want de platengrotten is echt iets van jou. Oh, dat ook. Heb ik toen... inderdaad. Jij zei toen op een gegeven moment... Nou ja, we hebben hier de platengrotten. Erik, richt jij dat maar eens even in. Maak er eens wat leuks van. En maak het de mensen zo moeilijk mogelijk. Ja, waarschijnlijk nu een stelletje haat is erbij gekregen. Ja, dat wil je niet weten. Wel, ja. Dat weet ik niet. Oh. Ja, al die vips niet. Rage. Maar die bezoekers. Ja. Jongens, ik zelf ook. Ik vond het ook irritant, hoor. Hé, hey, de Sweatman. De Sweatman. De Sweatman. Skibidi. Oh, en hier stond dus de famous lepelman. Hier ging het fout. Die stomme lepel. Die stomme lepel. Hij heet ook echt lepel, hè, zoals je ziet. Prachtig. Oh, opletten. Daar gaan we. Handjes in de lucht. Oh, heerlijk. En de hele waterfontein klopt niet meer. Ja, die niet uit. Hier zat een waterkolk vroeger. Ja, daar komt Ja, klopt, ja. Dat was vroeger de waterkolk. Klopt, en toen is die veranderd weer, want deze is ook al een paar keer aangepast. Dit is ook al... Ja, altijd. Dat is een hele leuke attractie. Maar dat is het mooie, dat al die oude attracties altijd weer verbeterd worden. En dat er dan, ja... Dat hopen we. Een compleet nieuwe attractie toch? Van komt. Dat hopen nou ja, dat heb je met de ondergang dadelijk toch ook. Klopt, dat, ja. En wat ga je het meest missen in DC? Ja, wat denk je van al dat gezellige... De momenten dat ik gebouwd heb, gewoon lekker gebouwen en... Lekker op je gemak, maar jij bent meer op je gemakje bouwen, hè? En, ja, jij zeker. Jij bent meer iemand van... Ik ga gewoon heerlijk achterover zitten. Kijk dit! Oh, jeetje! Afscheidscomité! Oh. Hallo! Hallo! Hebben we nog geen vuurwerkje erbij? Dat zou een beetje... Ja, natuurlijk heb ik een vuurwerkje. Ik heb ook maar een vuurwerkje. Maar ik weet niet of ik hem kan afsteken. Woe! Zo. Zo is die wel mooi. Mooi, joh. Leuk, joh. Die mensen hier op de bank. Wat lief allemaal. Wat, superleuk op die bank allemaal. Zulke leuke mensen hier, hè. En Erik, de platengrot was natuurlijk jouw dingetje. Platengrotten, zeker. Ik vond het ook mooi. Leuk om te maken. Ja, de Skull. Ja, want daar wil ik nog wel eventjes naartoe. Al voordat we dadelijk gaan afsluiten met de video. Daar wil ik nog zeker even naartoe. En dan kunnen we best, denk ik, Warp Indiana doen, denk ik. Ja. Dat. En dan, ik zal het ook even zeggen... In de chat, want ja, de mensen die komen natuurlijk met ons mee. En we kunnen hem bijna al zien. Als ik hier spring, zie ik tussendoor. Ja, daar zit erachter. Het is leuk als we het even lopend zien. Sowieso de Indianen samen toen de tijd met Sammetje aangewerkt. Hè? Dit, klopt. Een prachtige De Indianen, goh. En wat hiervoor had gestaan, hè? Echt, dat zijn veel mensen alweer vergeten. Maar dat. Tarzan. De Tarzan.
Ik ben een beetje moe. Sorry. Ik merk het, ja. Ja, ik zit al in de sorry dat ik wat langzaam loop. Ja, ik ben ook al een stukje ouder, hè? Ouder geworden. Ik denk dat we het beste vanaf de Arabische gebied kunnen zien, denk ik. Vanaf het watertje. Hier. Ja, hier. Ja, ja, kijk. Ja, kijk. Daar is die al, hoor. Dat is je prachtige skull. En die heb jij helemaal gemaakt. En toen hebben we hem nog later met Irma. Heeft hem gedetailleerd, geloof ik. Of Jens. Inderdaad. Of en ik heb er ook de nodige liano aan gedaan. Ja, en, zeker. Zeker weten. Dit was jouw projectje. Jij vond het ook gaaf om dit. Zo kunnen we even naartoe vliegen, denk je niet? Oh, ja, laten we het gewoon doen. Je stijgt op. Ja, echt. Maar dit is inderdaad echt een awesome achtbaan. Oh. Dit is wel ook met Tarzan idee ook wel, hè? Een beetje jungle. Ja. En dan met minder bomen, karretje gaat, kom, we gaan een karretje. Kom. Gaat-ie, waar gaat-ie? Hier, komt-ie. Looping. Ja, ik zit erin. Kom erin, Erik. Zie je erin? Hey. Oh, waar ben je? Erik, kom erin. Ja, zie je erin? Erik, kom snel. Piep. Erik. Nee, hij zit vol bijna. Erik. Ja, ik zit. Ja! Oh, mooi. Hij zit net in die kasteel. Net die kasteel voor. Laatste karretje. En binnenin is een mooie scène, want het is mooi, echt schitterend. En ook een van de achtbanen die ook heel recht naar beneden gaat. En ook keihard, dat, hè. Gaat echt keihard. Heel van recht. Van dit stuk, joh. Maar er is ook een soort dark ride moment, hè. Ja, zeg klopt. Maar, dat, en dan hier gaan we recht omhoog. Daar gaan we nu in. Ja, eng hoor, dit is spannend. Oh, hier denk ik gewoon ook, hè. Ja, schitterend. Grap, kijk eens voor je. Met die kakwangerij. Volgens mij heeft Kenzo dat toen gemaakt, hè. Die geluiden erbij. Ja, dat is volgens mij wel, ja. Dat is wel de geluidenman. Dan weer, hè? Oh, kijk, daar gaan we de skull in. Je ziet hem recht vooruit, hè? En dan gaan we gebaseerd op alle Indiana Jones films. Ja, klopt. Hebben we van alles wat gedaan. Misschien als Roy daar nog is. Misschien kan ze nog even een leuk woordje doen. Ik weet niet of ze er is, maar dat is leuk. Ik weet het ook niet. Nee, ik weet het niet. Spannend. Roy er wel, ja. En Indiana staat hier binnen, inderdaad. Ik weet niet of Roy is er. Roy? Is Roy er? Is Roy er? Is waarschijnlijk weer in slaap gevallen, denk ik. Ja, die is in slaap gevallen natuurlijk. Nou ja, de winterslaap voor de beer uit de winterslaap. Hallo, die geluiden zijn mooi, hè. Kenzo staat gewoon op die boom hier, over de Kenzo gesproken. Ik ga ook mijn laatste vuurwerk vandaag doen. Ik heb er nog 14 pijlen speciaal voor jou, Erik. Speciaal bewaard. Nee, maar ze stonden in mijn inventory, maar ze zijn nu wel speciaal voor jou bewaard. Je nooit vertellen, hè. Oké, nee, dat is waar. Ja, maar anders zie je dat in de video, dat ik er gewoon nog 14 over had, weet mooi. Je wel. Ja, dat is een mooi vuurwerk, hè. Kijk eens. Dat is een mooie afsluitend vuurwerk. Nee, noem we nog een attractie. Gewoon even gewoon als mening. Wat je nou echt een hele toffe vindt. De wraak. Ja, dat is prachtig. Maar ik moest kiezen tussen de wraak en de donutbaan. Oh, juist omdat de donutbaan natuurlijk oldschool is. Ja. Het is gewoon oldschool. Maar dan geef je Jafar ook wel weer een kans. Maar de wraak is echt... Ja, het is gewoon mooi. En mooi gemaakt. En de mensen vragen zich natuurlijk af, hoeveel achievements heb jij nu gehaald? Dat is misschien wel leuk om te vragen. Oh. Hoeveel heb jij er nou gehaald? Ik zal eens even kijken voor de mensen. Ik heb er 74. Oké. En heb je ik ben geen achievement man, hè? Nee, maar misschien kunnen we wel eentje geven aan je. Oh jee. Ja, zullen we dat eens even... kom eens even mee. We gaan ik moet uitstappen. Hallo jongens. Oh, ja. Gaan we eens even naartoe lopen en dan gaan we daarna een afsluiten doen. Oh, wat mooi. En we zien je, natuurlijk is die been niet verdwenen, dus mensen ik ben niet van de aardebodem, nee, natuurlijk maar Erik krijgt natuurlijk geen medewerkerrang meer, maar die krijgt dus een speciale VIP++ rank. Of we gaan nog kijken of er nog een bestaande rank is, maar we geven alle medewerkers die ons hebben geholpen altijd natuurlijk een VIP rank. Heerlijk. Dat klinkt misschien raar, maar dat vinden wij wel netjes. En we gaan eens even kijken, want als we zo door Arabië lopen, dan wil ik één achievement met jou gaan doen. En dat is een hele leuke, hè? Ik zal even alle vuurwerk opmaken. Ik bewaar nog één voor dadelijk. En dan gaan we eens even loeren waar dat precies is. Want ik moet zelf ook nog even gaan ontdekken. Van waar heb ik dat die achievement neergezet? Even kijken, jee. Hoor. Oh, hier heb ik ook aan meegewerkt. Dat weet ik nog wel. Die Arabië, ja? Boven. Ja. Oh, schattig. Oh. Wat denk je van die grotten dan? Die graftombes daarbinnen. Oh ja, tuurlijk. Ja, daar heb je ook helemaal aan gewerkt. Klopt. Maar ik zie dat hier. Hoor. Hier is een achievement. Is die weggehaald? Oh. Ik zie dat een achievement hier weg is. Want dit stond hier eerst niet volgens mij. Ik moet even gaan vliegen. Want ik. Uh-oh. Ik zie hier. Had ik iets gebouwd van een jump parcours. En die is weg. Jee. Oh. Oh jee. Oké. Dat is. Kom je altijd weer achter nieuwe dingen, hè? Ja, dat is wel Disneycraft. Dat is het mooie van Disneycraft. Dat is wel leuk. Dat is, maar om één weekje niet, zoeken. Je ziet gelijk... Dan moet ik lang gaan zoeken waar hoe en waar. Nou, als we hier nou voor jou... Want dit is ook jouw attractie geweest. Ja, hier binnen. God van Jafar. Misschien is het leuk om wel even die achievement, de afsluiting doen. En dat is hier, als je hier bij Jafar bent, dan ga je hier... Oké, ik sta hier links, want anders gaan er 10 mensen doorheen. Hallo. Kijk, Erik gaat daar eens naartoe.
Daarheen? Ja. Ja, en ga eens door die muurpainting. Ja, dat doe ik even, anders komen er 10.000 mensen op je af en dan krijg je de achievement niet. En loop over de pleet. Oh! Yeah! Oh, daar komt iedereen. Ja, daar komt iedereen kijken. Oeh! Nou, yeah. Ik zal hier bij de platengod het laatste vuurtje afsteken voor jou. En dan bij Plato? Ja, hier zo bij de god van je var, hè? Oh, de god van... Ja. Oh, we kunnen nog even naar Plato. Waar Plato? Dat is misschien een leuke afsluitende foto. Hier, bij de platengotten. De platengod staan we hier. Oh. Prachtig icoon. Gaan we, waar wil je dat we de vuurk afsteken? Is dat daar... Op bovenop? Of? Ja, dat is ook wel mooi. Ja? Zo hier. Oh, okay, ga ik gewoon heel onbeschoft ga ik vliegen. Ja. Nee, dat mag. Kijk eens, hier denk je die hier te zijn en dan is het Zullen nog... Zullen we het hier, hier bovenop doen? Hier? Ja, nog ook. Okay. Oh ja, op het dak van de platen. Ik ga ervan genieten. Ik ga een paar blokjes neerzetten. Oké, okay, dat moet je. Oké, okay, tel je af. 3, 2, 1. Nou, schitterend. Oh, het is toch dankjewel. Wat. Ja, ik kan wel deze geven aan je. Dat is misschien leuk om te zien. Kijk maar. Kijk. Oh, tof man. Ja, die krijg je ik heb hem. Ja, ik heb hem in het echt, hè? Weet je dat? Oh, echt waar? Daarom heb je het geluksmunt. Ja. Oh, gaaf. Tof. Ja, jij bent ook een Disney-fan, hè? Oh, schitterend. Echt jongens, wel. Jongens, geen zorgen. Erik is niet weg. Hij gaat ook gewoon mee naar Disneyland dit jaar. Dus we gaan nog... Je ziet hem sowieso in video's. En met een nieuw kanaal nu even genieten en zo. Dus dat komt allemaal goed. Absoluut. En dus Erik is niet weg. En hij heeft ook een eigen kanaal, Zaagsel Channel. Dus... dan kan je hem ook nog volgen. Dus hij is zeker niet van de aardbodem. Maar hij heeft wel geen rank meer in. Ja, hij heeft wel een rank, maar geen medewerker. Geen medewerker. En, nou ja, goed. Mensen. Ja, nou, Erik. Namens mij. En Vincent, natuurlijk hoop ik ook bedankt. De hele crew. Hele crew, super zeker. Bedankt voor je steun en je bijdrage. En je zal altijd steunen natuurlijk. Dus dat is gewoon fijn. Absoluut. Lekker. Tof. Nou, Erik, bedankt voor het meedoen met deze video. En je gaat hopelijk ook meedoen met volgende video's nog. Absoluut wel. Ik blijf terugkeren. Absoluut. Dus mensen, absoluut. Geen zorgen. Zorg maar dat je er niet. Kenos die loopt morgen echt helemaal de kruidvat en de ethos. Helemaal zakdoekjes. Ja, allemaal zakdoekjes. Oh, dat is verschrikkelijk. Nee. Oké, mensen. Nou, vergeet niet te abonneren in de midden van het scherm en de video te liken. Speciaal voor wat Erik heeft gedaan en een leuke combo neerzetten. Jouw leuke herinnering met Erik of misschien weer wat kwijt aan hem. Maar zeker weten, doen. Absoluut. Doeg! Doeg!